En door zo'n gedragscode kun je ook als politieke partij en als bedrijf laten zien dat je je committeert aan die transparantie. Want het gaat allemaal om transparantie. Het gaat allemaal om inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld, is het duidelijk genoeg wie de afzender is van een politieke advertentie? Is het voor mensen duidelijk waarom zij deze politieke advertentie eigenlijk te zien krijgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat burgers zelf op waarde kunnen schatten waarom zij bepaalde informatie krijgen? En hoe kunnen we voorkomen dat politieke advertenties een middel zijn om desinformatie mee te verspreiden?